Zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En Idina kan binnendoor zo door naar de leiding. Isabelle J.E. moet nu om de uitbrekende Ilja mee doorheen. En nu liggen ze met z'n drie op één lijn. Uitgeschakeld nummer 2. Nummer 2 galop en onregelmatig. Daar komt Dicky Hof aan de buitenzijde. Wat zat het tegen onderweg, maar hij gaat hem wel winnen. Isabelle J.E. voor Stal PD wint hier de Jofferprijs. Mooie overwinning. Je kan niet zeggen makkelijke overwinning, want alles zat tegen. Maar ze winnen hem wel. Tweede plaats voor Idine. En derde is Ivana Europort. Vierde plaats Iowa River. De klassieke winst van Dicky Hof in de Jofferprijs. De Jofferprijs I, om precies te zijn. En als eerste meldt zich Peter Delis namens Stal PD. Wordt nog even toegesproken door de baaneigenaar Casper Veldink. En we verwelkomen Peter Delis. Peter, welkom. Gefeliciteerd. Klassiek succes, daar doe je het voor. Ik hoorde Hans Zinnige zeggen, Isabelle J.E., die zit al vol. Daar kan niet meer ingekocht worden. Klopt dat ook? Ja, dat klopt. Kijk, je moet instappen als het jaarlingen zijn. En deze is 2 jaar. Maar we hebben 9 jaarlingen in het boekje staan. Dus als je volgend jaar de Jonker of Jofferprijs wil winnen of wil meedoen, dan kan je je melden. Ja, ik hoop dat ze dat massaal doen, want het concept werkt, hè? Ja. Kijk, wij kiezen er echt bewust voor om ook echt de Nederlandse fokproducten te kopen. Om het Nederlandse fokproduct te steunen, maar ook gewoon om hier te koersen. Natuurlijk is het prachtig om in augustus in Berlijn te zijn, maar ja, hier moeten we toch zijn met z'n allen. En daarom koersen we hier graag. Dat wou ik zeggen, Isabelle J.E., hoe is ze onderverdeeld? Jan Siersma. Welkom meneer Siersma, gefeliciteerd. Die heeft 1/4 en ik heb 3/4. Oké, wat een succes. En zo kom je hier op het podium. Gaan de rijder, Dicky Hof. Dicky, gefeliciteerd. Genieten? Ja, zeker genieten. Het is natuurlijk een heerlijk paard. Stond de klassieker al op je palmares? Nee, nog niet. Ik was 2 in de sweepstakes en ik had de Troost Derby gewonnen, maar deze is lekker. Een hoop gerommel in de laatste bocht, had ik het idee. Of viel het wel mee? Nou, dat was wel een beetje zo, ja. Die van Huug, die ging een beetje in de pees en die ging niet meer en die liep wat naar buiten. Ja, dan komt natuurlijk Rick binnendoor. Ja, dat was een beetje rommelig. Maar goed, achteraf? Achteraf niks aan de hand. Over 5 de beste van de jaren? Bij de Merries op zeker, ja. Heel mooi. Dat is mooi nieuws voor Stal PD. Meneer Pluimgraaf, u heeft mooie ereprijzen voor de winnende eigenaren. Onder andere, daar mag een muntje op gegooid worden. Maar Peter Delis staat er met liefde af. We hebben voor de Fokker een prachtige ereprijs. Zierdeken hangt al om bij Isabella J.E. En we gaan zo dadelijk Dicky Hof herenigen met zijn winnaar. Met zijn klassieke winnaar. Winnares moeten we zeggen in de Jofferprijs. Isabella J.E. Een nakomeling dus van Virgil Boco uit Ali J.E. Wereldtoppers zijn naar Victoria Park gekomen om de degens te kruisen. En u kunt in de handen, dames en heren, voor de eerste klassieke winnares onder de 2-jarige paarden. Een groot applaus voor Isabella J.E. en ja, de man die daarmee kan lezen en schrijven, Dicky Hof. Start is gevallen. Rustige start voor EC Sophie, ook voor Iowa River. En na de start een velduel om de leiding. Aan de buitenkant komt Idina naar voren. Aan de relingzijde gaat Ida Swageman mee. Dat is niet Ida Swageman. Uitgeschakeld nummer 6. Nummer 6 galop. Die gaat daar van de been, hè? En die is eruit. En zo gaan de deelnemers de bocht in. En aan de buitenkant wil Rick Westeren toch echt wel weten. Hij wil die leiding hebben met Idina. Druk door aan de buitenzijde. Neemt nu de leiding over. Idina leidt. Daarachter op de tweede plaats Ilja Medo. Langeweg junior. Gaat nu alweer naar het tweede spoor. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. Junior wil de leiding weer overnemen. Gaat hij nu ook doen. Buitenzijde Ilja Medo neemt de leiding terug. Daarachter Idine. Daarachter volgt Isabella J.E. En daarachter volgt, en die is vandaag ook goed begonnen, Ivana Europort. Ivana Europort heeft de draften vandaag onder. En dan is hij levensgevaarlijk. Daarachter is ook aangesloten Iowa River. Die 5 paarden die gaan het onderling uitmaken. Langeweg junior trekt vooraan nu de handrem aan. Hij leidt daar met Ilja Medo. Tempo gaat naar beneden. Ilja Medo. Daarachter op de tweede plaats ligt Idine. Dan Isabella J.E. Uitgeschakeld nummer 1. Nummer 1 galop. Isabella J.E. gaat naar het tweede spoor. Idine probeert dat ook. Maar Isabella J.E. blijft daardoor eventjes hangen. Wordt weer teruggenomen door Dicky Hof. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Als Dicky nu wil gaan, zou die kunnen gaan. Want Idine is weer terug naar de reling. Ilja Medo leidt. Daar komt Isabella J.E. aan de buitenzijde. Daarachter aan de relingzijde Idine. Daarachter gaat binnendoor nu naar voren. Iowa River. En die gaat voorbij aan Ivana Europort. En zo gaan die 5 paarden de laatste bocht nu in.
Leiding blijft toch altijd in handen van Ilja Medo. Ilja Medo wordt gevolgd door Idine. Buitenzijde een moeilijk koersverloop voor Isabella J.E., maar die lijkt daar weinig om te geven. En Ilja Medo breekt nu uit naar buiten. Ilja Medo breekt uit naar buiten. Daardoor komt de relingzijde vrij voor Idine. Zo zijn ze halverwege de Tjada-bocht. En Idine kan binnendoor zo door naar de leiding. Isabella J.E. moet nu om de uitbrekende Ilja Medo heen. En nu liggen ze met z'n drie op één lijn. Uitgeschakeld nummer 2. Nummer 2 galop en onregelmatig. Daar komt Dickie Hof aan de buitenzijde. Wat zat het tegen onderweg, maar hij gaat hem wel winnen. Isabella J.E. voor Stal PD wint hier de Jofferprijs. Mooie overwinning. Je kan niet zeggen makkelijke overwinning, want alles zat tegen. Maar ze winnen hem wel. Tweede plaats voor Idine. En derde is Ivana Europort. Vierde plaats Iowa River.